Welkom bij de Nederlandse Obesitaskliniek. In deze video informeren wij u over ons behandeltraject dat is gericht op leefstijlverandering gecombineerd met een maagverkleining. We begeleiden u voor en na de operatie. Ook leren wij u welke factoren van invloed zijn op uw gewicht. Met een team van specialisten onderzoeken we de aanpassingen die het beste passen in uw leefstijl. Deze veranderingen zullen veel impact hebben op uw leven. U zult merken dat uw gezondheidsklachten afnemen of zelfs verdwijnen en dat uw kwaliteit van leven zal toenemen. Hoe ziet de behandeling bij de Nederlandse Obesitaskliniek eruit? Onze werkwijze is multidisciplinair. Dit betekent dat u advies krijgt van deskundigen uit verschillende vakgebieden. Zo wordt u begeleid door een arts, een psycholoog, een diëtist en een bewegingsdeskundige. Dit team is helemaal gespecialiseerd in de behandeling van mensen met obesitas. De begeleiding heeft als doel uw leefstijl aan te passen, zodat u een gezonder gewicht krijgt en houdt op de lange termijn. Dit betekent dat u een betere of andere balans gaat vinden tussen eten, drinken, bewegen en goed voor uzelf zorgen. Het totale traject vraagt professionele begeleiding vanuit ons. Aan de andere kant zien we ook dat het veel doorzettingsvermogen vraagt van patiënten. Daarom stimuleren en motiveren wij u in gezamenlijke sessies met andere patiënten. Samen doorloopt u het behandeltraject vanaf het begin tot het eind. Uit ervaring is gebleken dat onze patiënten hierin veel steun en inspiratie vinden bij elkaar. De sessies vinden bij voorkeur plaats op locatie, maar in sommige gevallen kan dit ook online of zelfs telefonisch. Ons behandeltraject bestaat uit een aantal stappen. Om in aanmerking te komen voor een maagverkleinende operatie moet u aan een aantal criteria voldoen. Uw BMI is 40 of hoger, of uw BMI is hoger dan 35 en u heeft een comorbiditeit. Dit is een ziekte die zal verbeteren als uw overgewicht afneemt. Denk daarbij aan hoge bloeddruk of suikerziekte. Verder bent u minimaal 18 jaar of ouder. De volgende stap in het traject is de screening. Dit is een afspraak op locatie. We bekijken of u in aanmerking komt voor het traject met maagverkleining. Tijdens de screening wordt u gewogen en gemeten en heeft u een gesprek met een arts, een psycholoog en een diëtist. De screening duurt in totaal ongeveer 3 uur. Na de screening volgt het advies. Er zijn dan 3 mogelijkheden. Een negatief advies. U komt niet in aanmerking voor behandeling. Dit komt zelden voor. Een uitgesteld advies. Dit betekent dat u op dit moment nog niet in aanmerking komt, maar dat het bijvoorbeeld verstandiger is om eerst een behandeling bij een psycholoog te volgen, voordat u bij ons terugkomt. Een positief advies betekent groen licht voor de operatie. Het traject van operatie en verdere begeleiding kan opgestart worden. Bij de start van het traject krijgt u als eerste een gesprek met de chirurg en de anesthesist. Zij bespreken welk type operatie u krijgt. Op onze website kunt u meer informatie vinden over de verschillende operaties. Tijdens de eerste 4 bijeenkomsten, voorafgaand aan de operatie, bereiden we u hierop voor en op veranderingen in uw leefstijl. We kijken naar uw persoonlijke situatie en hoe er aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. We bespreken gezamenlijk welke valkuilen bij u een rol spelen en hoe u daar het beste mee om kunt gaan. Door te bespreken welke verschillende factoren van invloed zijn op uw gewicht, willen we u motiveren om uw leven echt te veranderen en om u zo stap voor stap voor te bereiden op een gezondere en vitale toekomst. Uw traject wordt zoveel mogelijk aaneengesloten op 1 vast dagdeel gepland. Daarna komen we op het punt dat de operatie uitgevoerd kan worden. Heel praktisch, maar wel belangrijk om er dan rekening mee te houden dat er dan geen vakanties gepland staan. Als u geopereerd bent, gaat u met de groep waar u het voorbereidende traject mee doorlopen hebt, verder in het zogenoemde natraject. Dit natraject bestaat uit 12 sessies verspreid over 1,5 jaar en bij voorkeur op locatie, telefonisch of online. In deze sessies begeleiden wij u verder naar een gezondere leefstijl. Omdat het traject veel impact heeft op uw lichaam, is het belangrijk om voor de rest van uw leven aanvullende vitaminepillen te gebruiken om tekorten te voorkomen. Om uw afvalproces zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden, vinden er ook regelmatig medische controles plaats. Dan meten we onder andere uw gewicht, maar ook de bloedwaardes. Na het intensieve gedeelte van dit traject houden we contact met u.
We nodigen u tot 5 jaar na de operatie jaarlijks uit voor een medische controle. Daarna dragen wij deze zorg over aan uw huisarts. Het is belangrijk om te weten dat dit traject vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Elk jaar dat u naar de Nederlandse obesitaskliniek komt, betaalt u wel uw eigen risico. Daarnaast betaalt u ook bijkomende kosten. Denk dan aan de multivitamine en de reis- en parkeerkosten tijdens het traject. Bedankt voor het kijken en heel veel succes bij uw volgende stap.